De moedersterfte in Suriname is met 130 per 100.000 levend geborenen een van de hoogste in de Caribische en Zuid-Amerikaanse regio. Dit ondanks het feit dat Suriname geclassificeerd wordt als een hooginkomensland en ondanks de beschikbaarheid van verloskundige zorg in het grootste deel van het land. Dit zei professor Wilco Zijlmans tijdens de 56e disrede van de Anton de Kom Universiteit van Suriname afgelopen vrijdag in de Centrumkerk. Volgens hem blijkt uit het onderzoek dat er niet één eenduidige oorzaak voor de hoge moedersterfte in Suriname is. Het verschilt en varieert door de tijd heen. Het gemiddelde moedersterftecijfer in de afgelopen 10 jaar is nagenoeg hetzelfde gebleven, maar met andere onderliggende oorzaken. De meeste moedersterftes vinden plaats in ziekenhuizen, waar de kwaliteit van de geboortezorg verbeterd moet worden. Wat verder opvalt, is een grote ongelijkheid tussen vrouwen van verschillende sociaal-economische klassen en etniciteit. Vrouwen van Afrikaanse afkomst hebben een grotere kans om te overlijden dan vrouwen van Aziatische afkomst. En terwijl tussen 2010 en 2014 de meeste vrouwen in het ziekenhuis overleden, stierf tussen 2015 en 2019 bijna de helft van de vrouwen thuis of op de polykliniek of arriveerden zij in zeer slechte toestand in het ziekenhuis. In Suriname worden per jaar gemiddeld 10.000 kinderen geboren. Hiervan heeft 1 op de 5 baby's een ongunstige geboorteuitkomst. Neonatale sterfte is een goede indicator van de gezondheid en de zorg van pasgeborenen in een land. Zijlman zegt dat inzichten in oorzaken kan leiden tot ontwikkeling en implementatie van preventieve strategieën. In dat kader zijn 10 jaar terug, gedurende 2,5 jaar, alle pasgeborenen in kaart gebracht. Dat waren ongeveer 25.000 baby's. En de gegevens van die kinderen toonden een sterfte van 13. Dat is dus hoger dan die 12, die minimale, wat we willen hebben in de SDG, per 1000 pasgeborenen. Het waren vaker jongens, meerlingen, te vroeg geboren kinderen met een laag geboortegewicht, kinderen geboren in stuitligging en via keizersnede. En de moeders die waren vaker jonger dan 20 of ouder dan 35. En ze waren vaker van tribale, Creoolse of inheemse afkomst. Het tijdstip van overlijden lag meestal in de eerste 24 uur na de geboorte. De neonatale sterfte in Suriname was daarmee hoog in vergelijking met de ons omringende landen in Zuid-Amerika en de Caribbean. En meer recente cijfers laten daar nog geen verbeteringen zien. Zijlman stelt dat kinderen al voor de geboorte, in de baarmoeder en in de eerste jaren na de geboorte blootgesteld worden aan verschillende stressoren, zoals chemische stoffen, zware metalen en pesticiden. Ook niet-chemische invloeden, zoals stress en depressie, tijdens de zwangerschap kunnen een negatieve impact hebben op de geboorteuitkomsten en de neurologische, cognitieve en motorische ontwikkeling van het kind.